Hallo allemaal en hartelijk welkom bij Speel met mijn kinderspeelgoed. Ik heb hier vandaag iets om een testje mee te doen. Dit is een heel gewoon scheetkussen. Dat kennen de meesten van jullie vast wel. Je kunt erop drukken en dan laat het scheetjes. Of tenminste, zo af en toe doet hij dat. Het beste werkt als je hem op een stoel legt en als iemand erop gaat zitten. Maar ook door erin te knijpen kun je prima dat effect nabootsen. En ik heb nu bedacht, wat gebeurt er als het nat wordt? Daarom ga ik het vandaag in een bak water leggen. En daarvoor heb ik hier al een bakje voorbereid. Die is gevuld met water. En daar ga ik dan het scheetkussen inleggen. Hier zit een gaatje in. En daarin zit een soort van spons. En voorin zit een soort van opening. Ik ben benieuwd of die dan vol gaat lopen met water. Oeh, jazeker. Er komen vooral een hoop belletjes uit. Wow, help! Ik weet niet of jullie het konden zien, maar dat water dat ging echt alle kanten op. Behalve de goeie. Dus je kunt hem ook nog gebruiken als een soort van waterpistool. Dat had ik niet verwacht, eerlijk gezegd. Kijk, als je er hard in drukt, dan wordt het een soort van fonteintje. Dus eerst vol laten zuigen met water. Beetje onder water houden. Dus ja, daar kun je iemand wel helemaal nat mee spuiten. Ik wist dat echt nog niet. Dat is wel cool. En hier komt ook dan water in of uit. En als ik hier dan op druk, ja, dan komt daaronder allemaal water uit het tuutje. En scheetgeluidjes, dat maakt het nog steeds. Oh, nu ziet het er wel interessant uit. Maar zo langzamerhand neemt hij zijn oude vorm weer aan. Dan gaan we nog verder. Luchtbelletjes die komen eruit en dan zuigt de spons zich vol met water. Ja, dat zou wel een hele gemene grap zijn. Stel je voor dat je zo'n scheetkussen helemaal vol laat zuigen met water, dan leg je hem op een stoel en dan leg je er wat overheen. En als iemand erop gaat zitten, dan komt er niet alleen maar een scheetgeluidje, maar dan krijgt diegene ook water op zijn broek. Ik kan ineens allemaal leuke dingen bedenken die je hiermee kunt doen. Een scheetkussen aan zich is op zich al best wel grappig, ook wel een beetje gemeen. Maar als die helemaal met water doordrenkt is, dan is dat natuurlijk al helemaal gemeen. Ik zou het eigenlijk wel uit willen proberen. Maar dat is toch wel perfect om een grapje mee uit te halen met iemand. Als je hem zo houdt, hup. Kijk, dan kun je er allemaal water uitspuiten. Dus in de zomer kun je hem ook nog gebruiken als een soort waterpistool. Hebben we vandaag dus uitgevonden. Erg veelzijdig blijkbaar. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om dit een beetje te proberen. En misschien hebben jullie nog wel meer ideeën. Dus een scheetkussen in het water doen, dat was mijn idee. Maar misschien hebben jullie nog wel een heel cool idee wat je kunt doen met de scheetkussen. Dan kun je dat laten weten in de reacties. En als je het leuk vond, geef dan een duimpje omhoog. Ja, ik ben hiervan onder de indruk. Het was erg leuk om te doen. En daarmee zou ik zeker wel iemand nat willen spuiten. Bekijk natuurlijk ook verder onze andere video's. Bijvoorbeeld de andere scheetkussenvideo's of de slijmvideo's. Alles wat daarmee te maken heeft, dat hebben we hier ook allemaal op het kanaal. En verder natuurlijk een heleboel andere speelgoedvideo's. Voor ieder zit er wel wat bij. Dus abonneer je ook op het kanaal. En tot de volgende keer dan. Doei!